Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat de samenleving voorbereid moet zijn op extreme wateroverlast en extreme droogte in de nabije toekomst. Gisteren tijdens een veldbezoek bij het pompgemaal aan de Drambrandersgracht zei de bewindsman dat al is gebleken dat de overheid moet inspelen op de effecten van deze extreme weersverschijnselen. Wat we nu zien is wateroverlast, zware regens, en dat zal misschien in de toekomst zo blijven. We zullen extreme wateroverlast hebben, we zullen extreme droogtes hebben. We hebben dat ondertussen ook ervaren. Twee extreme gevallen. Dus moeten we ons gaan richten daarop. En ik kom vanochtend op een presentatie waar de nieuwe kaart gepresenteerd is van de gebieden die wateroverlast hebben in Paramaribo-Wanica. En de kosten die daaruit rollen zijn ongeveer voor Paramaribo en Wanica, hoor, voor regelmatig onderhoud, een ongeveer $15 miljoen per jaar. De minister geeft verder aan dat er voor onderhoud nog altijd een tekort is op de begroting. Maar vandaag zit het op 4 miljoen. Wat ik wil aangeven is dat we op dit moment langtermijnplan formuleren. Dat wordt gedaan door het NPU. Niet alleen voor ontwatering, ook voor wegen, ook voor bruggen, ook voor stijgers, voor heel Suriname. Zodat de regeringen zich gaan houden daaraan. Want niets is vervelend dat als we volgend jaar een minister krijgen die zegt nee, ontwateren is niet belangrijk en alles stopt, dan hebben we een groot probleem. De investeringen die nu worden gepleegd moeten niet zomaar zijn. Daarom wordt er volgens de bewindsman gewerkt aan het maken van beleidsdocumenten waarbij iedereen zich in de toekomst kan houden aan een langtermijnplan.